Stadsvernieuwing is de komende jaren een prioriteit voor Menen. Binnen het Europees project Value Plus en onder begeleiding van Leiendaal realiseerde het stadsbestuur samen met en voor de inwoners het masterplan Menen. De Leie herinner ik mij toen ik nog klein was en hier school liep als een vuile, stinkende rivier die eigenlijk een streep trok dwars door Menen. Daar zien we niks meer van. Dat is nu een pluspunt geworden. Een pluspunt met zeer veel kansen en zeer veel opportuniteiten die wij allemaal willen realiseren, maar niet hold op de boulder. We moeten goed nadenken, wat gaan we ermee doen, een globaal plan hebben, een visie hebben. Dat noemen wij het masterplan. Het voorbije jaar schreven heel wat mensen mee aan dit verhaal. Het eerste initiatief was een bewonerscafé, waarbij je als burger vrij kon participeren. En dat was opgevat doordat er 5 tafels georganiseerd waren. En daarop kon je allerlei ideeën uiten en ook vragen stellen en gewoon wat je als Menenaar belangrijk vindt van bepaalde sites. Het volgende was een stadswandeling die georganiseerd werd in de zomervakantie langs die 10 sites die uitgestippeld werden. En het was heel leuk om die aan te doen omdat je op bepaalde plekken kwam die je anders eigenlijk sowieso niet doet. In het kader van het project Seine Schelde plant Waterwegen en Zeekanaal na Kortrijk ook in Menen belangrijke waterwerken om grote containerschepen naar de Belgische havens te loodsen. Leiendaal grijpt deze werken aan om de regio naar een hoger niveau te tillen. Leiendaal wil de gemeente en de steden terug nauwer betrekken op het water. Niet alleen voor wonen, maar ook voor ondernemen, publieke ruimte, zowel als natuur en recreatie. Leiendaal is in een Europees project gestapt, Value Plus genaamd. En vanuit dat netwerk haalt Leiendaal de expertise om zo'n blauw-groen netwerk uit te voeren. Bezoek de tentoonstelling van het masterplan Menen in de bibliotheek tot eind februari.